Het gaat over de meerjarige financiële bepalingen en het budget van de Europese Unie. En er is voorzien om een review en tussentijdse check te doen hoe ver we staan met het budget en hoe we het verder kunnen uitvoeren. Wel, we weten dat ongeveer 70-75% van al wat er gebeurt in de Unie ofwel gedaan wordt door lokale gemeenschappen en regio's, of tenminste in shared management gebeurt. Dat wil dus zeggen dat de steden, de gemeenten en de regio's zijn direct betrokken om een aantal dingen te doen in belang van de burgers, van de Europeanen. En dus is het logisch dat het van heel groot belang is hoe het budget kan gehouden worden, hoe men ingaat op nieuwe uitdagingen, of er voldoende middelen zijn of niet. En dat heeft natuurlijk een direct effect op het dagelijks leven van de mensen in hun gemeente en of hun regio. Wel, we hebben vanuit Vlaanderen altijd ons erg Europees opgesteld, omdat we geloven dat je een aantal dingen kan je alleen doen, maar als het gaat over milieu, als het gaat over de economie, de jobcreatie, daar hebben we alle belang bij om het samen te doen. En dus in het verlengde van het eerste rapport dat ik gemaakt heb over het Europees budget 2 jaar geleden, denk ik dat het belangrijk was om samen met de rapporteurs van het Europees Parlement, samen met de Raad, te bekijken hoe we een eerlijk goed budget maken. En dat is natuurlijk belangrijk voor alle regio's, maar ook voor Vlaanderen.